Ik heb kiesjes gevonden op de grond gisternacht. Toen was het dus al 1 januari. Maar gisteravond weer. En normaal gesproken ruim ik het dus na 6 januari de drie koningen op. Maar gisteren heb ik Corrie gebeld. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag 2 januari. En we leven om 12 uur 20. En ik wacht weer op onze vertrouwde Rebecca. Ja, die gaat weer mijn huisje doen. Want het mag ook wel naar al dat geglitter van mij. Want de vloer ligt onder. Zowel boven, zowel beneden. Ja, dat heb je wanneer je glitter in je haar doet, hè. Nou ja, oké, ik heb een rotnacht gehad, niet dat ik ziek was. Ja, pijn aan mijn lip, maar... het was namelijk zo, moet ik even denken, Rijka, die lag ook onder het dekbed tegen mij aan. Dan een kopje erboven, want dat heb ik gedaan. Ze lag eerst het voet in, dus ik heb het erboven gehaald. Ewin, die lag aan die kant stijf tegen mij aan. En dan komt Kolof nog en die wou Rijka van de plek hier afduwen. Die wou er weer tussen. Ja, maar hoela, die heb ik een paar keer aan de andere kant geslingerd. Weg daar. Daar ligt Rijka. Jij kan daar ook leggen. Daar is ruimte genoeg. Nee, iedere keer weer teruggekomen. Op een gegeven moment lag hij bovenop me. Ja, hoe moet ik slapen? En dan ook nog dat eeuwige gelik. Hij... was zich, en dat is wel goed, dat hij zich goed verzorgt, maar hij is heel luidruchtig. Eeuwen, die hoor je amper. Maar hem, oh vreselijk. En dan als die daarmee klaar is, dan begint hij nog uitgebreid te spinnen. En dat is ook keihard. Nou, echt, ik zal dat geluid zelf eens een keer met mijn telefoon opnemen. Zet dat er eens een keer erbij, wanneer ik hem in beeld heb. Nou, mijn hemel nog aan toe. Nou, gaat wel weer goed hier. Dus ja, ik heb nou heel slecht geslapen en ik ben nou net uit mijn bed. Maar het maakt niet uit, Rebecca die zei ook al van... bel of app me maar wanneer je wakker bent. Nou, ik ben nou wakker, dus ik kan komen. En ik had er geappt. Goedemiddag lieverd, ik ga even een napje eten en dan kom ik jouw kant op. Toppie toch? Ja, want ik zei er ook dat ze eerst de lunch moest nemen. En dan deze kant op kon komen. Dan kan ik ook eten. Ja toch? Ja. En even de kerstverlichting nog aan doen, want ik vind het hier zo somber. Hé. Waarom doet hij het niet? Zit ik zonder... Nee, ik kan niet zonder stroom zitten. Die doet het wel. Die doet het ook. Waarom doe jij het er niet? Oh ja, nou wel. Ik drukte niet goed. Kan ook. Ja, die duim, die wil ook wel iets niet. Dan moet ik voor deze, dat is een rotding, dan moet je echt... Ik kan deze niet aankrijgen vanaf hier. Dan moet ik echt... En de kamer in. Ga even aan de kant, schat. Ja, gaan we naar... Nou hoor. Nou hoor. Ja. Als je dikke doosje, loop je mee. Oeh. Ja, ik moet weten wanneer ik... Hè? Jeetje. Oh. Het is verschrikkelijk deze. Nu wil hij die hoek niet aan. Gaan we vechten hier? Nee, we gaan... Ja, nou gaat hij pas aan. In het hoekje. Jongen om toe. Boe. Een boe. Dat is een AB. Nou, mag ik weer verder? Ik wil ook eten. Jullie moeten nog eten. Want, nou ja, enkel Ewin nog. Die heb amper gestolen, maar Kandalf die krijgt niks. Kandalf die zat letterlijk en figuurlijk gewoon te stelen.
Die duwde gewoon Rijka van haar bakje weg. Ja, nou, dat vind ik niet lief. En hij, die, kijk, dan zit ze zelf weer nog een nalik te doen. Hij is leeg, eigenlijk. Kan al die het meeste op zitten te eten. En Eeuwen, die heb één hapje gehad. Nou ja, dat vind ik nog niet zo'n ramp, één hapje. Ik heb er wel weggestuurd, maar kan dan weg achter de deur. Weg jij. En hij heeft een heleboel ervan gegeten. Dus hij krijgt niet voor zichzelf. Nou, enkel Eeuwen krijgt. En Rijka, die krijgt simpel zat. Ja toch? Ja, moeten ze hem niet stelen van elkaar. .nl. Ik bedoel, Frodo, die bewaakte zijn eigen eten. De katten mochten er niet aan komen. Maar was van hem. Ik weet niet of het te zien is, maar oh god. Dat piepding dat lag op de grond en ze pakt hem op en ze vloeit met een raket met een ding in de bekje weer op de bank. Oh, heerlijk. Ja, ik heb kiesjes gevonden op de grond. Gisternacht, toen was het dus al 1 januari, maar gisteravond weer. En ik heb het zo ergens neergelegen dat ik het kan zien, want ik moet het even in een bakje doen. Maar ik hoop dat jullie het zo zien. Ja, ook scherfjes erbij. Nou ja, ik doe dat zo meteen even in een bakje en dan komt dat wel weer goed. Ja, ik vind dat gewoon leuk. Ja, ik had er al 2. Die zit ook al in dat bakje. Dan doe ik deze erbij. Nou, ik had er 4. Ja, toch? Die schermpjes tellen niet mee, maar die doe ik er wel bij. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is somber, het is triest, het is grijs, het is grauw. Doe kerstverlichting aan als je dat nog hebt hangen of hebt staan allemaal. Gezellig. Maak het voor jezelf gezellig. Ja, toch? Ja. Ik zeg het tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit lekker vlak bij Rijka, zoals jullie dat wel kunnen zien, waar Eeuwen is. Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Oh, op de stoel achter me. Hé, meis, hallo. Hallo. En Gandalf. Die zit zover ik weet boven, maar hij kan net zo goed buiten zijn. Maar buiten, het is rot weer, het miezert, het is grijs, het is grauw, het is koud, het is bar. Ja, kerstlichtingen de hele dag al aan. En normaal gesproken ruim ik het dus na 6 januari de 3 koningen op. Maar gisteren heb ik Corrie gebeld om haar gelukkig niet aan te wensen. Die oudere dame, weten jullie wel, die ook er niet bang voor is om lekker even op de vlog te komen. Die komt ook nog en die wil mijn kerstspullen zien. Maar wanneer ze komt, weet ik nog niet. Nee, ze zou dit keer wel bellen, anders belt ze nooit. En ze moet wel helemaal uit deze komen. Maar in ieder geval, ze wil mijn kerstspullen nog zien. Dus ja. Wanneer dat gaat geschieden, ik weet het niet. Dus dat wachten we af. En dan zal ze ook de kerstkaart meenemen, want ze had een kerstkaart gestuurd, maar die heb ik niet gekregen. Jan van Dam wel, maar ik niet. Oké, nou ja, ik kan er ook niks aan doen, dat ligt dan aan de post. Ik kan een andere poststuk blijven hangen door vochtheid of zo, dat het bij iemand anders in de brievenbus is gekomen en die niet weten waar de Vlaming Dwarsstraat zit. Ja, je weet het niet, maar in ieder geval. Of een andere straat, hè? Je weet niet, jij kan een kaart opsturen naar, Lutjebroek, nummertje, Keuzesloop of wat dan ook, maar dan komt hij ook niet aan, nee. En als het een, of het blijft ergens vastplakken, ik weet het allemaal niet, maar in ieder geval komt dat allemaal goed. In ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, wij gaan even genieten. En ik moet zo meteen nog een e-mail schrijven, eerst in het klad. Dat stuur ik dan eerst naar anderen op, om te kijken of ik het wel goed heb.
of als ze het er wel mee eens zijn. Daarna gaat hij hup naar de persoon die hem hebben moet. Hé, jij nou? Jij? Oh, wat een gapie. Wow, wat een gapie. Is er nog meer gapie dan of niet? Ja, nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en gaan wij ook nog televisie te kijken. Lekker, even. En ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, een hele goede namiddag. Ja, het is op die klok 5:10, op de computer is het ook 5:10 en op mijn horloge 5:11, dus het zal allemaal wel kloppen. Ja, drukke middag gehad. Ja, ten eerste, Rebecca is geweest. Toen belde Karin al. Dat Rebecca al lang alweer weg was, hing ik nog aan de telefoon met Karin en Roderick. Ik heb weer een video in elkaar gezet en naar YouTube gebracht. Ik heb een hele lange e-mail geschreven. Die heb ik al naar Karin en Roderick gestuurd, dat die hem even na kunnen lezen. Daarna, met goedkeuring, wordt die doorgestuurd naar een andere persoon. En ben net weer binnen met Rijke uit geweest. Dus ja, heb ik weer mijn best gedaan, dacht ik. Ik heb enkel weinig gevlogd. Daar kan ik ook nog niks aan doen. Nee, ik ga zo meteen een bakje koffie maken. Ja, en nog even denk ik een plaatje maken voor vanavond op Facebook. Karin die gaat me vanavond nog ergens mee helpen. Dus ja, komt allemaal goed. Ja. Ze zit te piepen. Zit jij te piepen? Waar zit jij op te piepen? Doe dan piep. Piep. Ga piepen dan. Piep. Ja, nou piept hij niet. Nou piept hij niet. Hé, hoe kan het nou? Wat een dikkie hoor. Ik hoor wel gesus, maar geen gepiep. Ga piepen dan. Ja, dat is je handdoek. Hier, hé, een eindje, die kan ook piepen. Hier moet je wezen. Zo dan. Lekkere ding. Woefie. En ik hoorde nog wat. Dat is meneer Kandelhoff met een poot omhoog. Hé, Kandelhoff. Kandelhoff. Ja, een heleboel die denken dat je Kandalf, K-A-N-D-A-L-F, neerschrijft. Nee, verkeerd, fout. Het is geen K, het is een G. Ja, je spreekt het uit als Gandalf. Ja, het is zo'n harde G-K-klank. Ja, nou, en ik zeg een Kandalf. Ja, dat is voor mij wat makkelijker, en vooral omdat het helemaal niet zeer geleerd. Als je zegt voortdurend te wassen, heel luid en duidelijk te horen. En dat mag hij s'nachts ook graag doen. Zodanig dat je niet kan slapen. Ja, lekker hè. En dan zeg je wel, ja, waarom neem je dat op de slaapkamer? Nou ja, mijn deur die staat open. Ik ben maar verder alleen, ja. En ze hebben wel een kattenkamer, maar ze zijn van ouds af aan gewend bij mij te slapen. Vroeger mijn andere katten ook, die sliepen gewoon bij mij. Ik heb vroeger dat ik nog thuis woonde ook een hondje gehad. Die sliep ook bij mij. Ben niks anders gewend. Ja. Hé, you know? Ja. Wat een dikkie. Oh, lekker. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen voor straks lekker eten. Laat het je smaken.
Daarna wens ik jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet daarvan en ik zou zeggen tot later op de avond. Doei!